Nee. Nee, ik vind wel dat je de veiligheid, die gaat even boven alles. En de corona is niet voor iedereen ongevaarlijk. Het kan makkelijk zijn en handig verlopen, maar er zijn ook mensen die er behoorlijk ziek van zijn. En ik vind, daar moeten we zuinig op zijn. Het aantal ziekenhuisopnames loopt wel terug. Ja, maar dat is dus nog niet het enige criterium. Iemand kan toch ook thuis donders ziek zijn. Daar heeft u gelijk in. Ja. En er zijn, kijk, dat het aantal ziekenhuisopnames terugloopt, is dat het niet zo'n ernstige vorm is, maar het is wel degelijk een vorm die heel veel mensen veel last bezorgt. Ja, gezien de cijfers die nu bekend zijn, alles los, alles open, het wordt hoog tijd. En waar geldt het dan voor? Voor alles en iedereen. Ja, dat lijkt me heel risicovol. Dat moet wel doordacht worden. Dat lijkt me niet handig. Ik snap wel dat de horeca open moet en de theaters en de musea, dat snap ik zelf ook heel erg naar. Maar alles zomaar in één keer loslaten, nee, daar heb ik geen vertrouwen in. Dat vindt u te risicovol? Ik vind alles prima en wat moet, dat doe ik gewoon, de spuiten, de prikken en noem maar op. Meer kan ik er niet voor zeggen. Ik ben geen medicus, dus ik baseer me ook op de informatie die van die kant komt. En dan is het antwoord nog niet. En dat is natuurlijk jammer, maar ja, ook, het is een kwestie van tijd. Hebben de medici het altijd bij het rechte eind? Je moet je erop verlaten, want je kan zeggen van, nou, ik weet het beter. Maar ja, dat is natuurlijk graven in een hele diepe put van onbekendheid. Dus dat moet je niet doen. Ja, ik vind het van wel. En mag ik vragen waarom? Als je de ziekenhuisopnames ziet, zijn ze eigenlijk best wel gedaald. En ja, ik vind het voor de mensen voor de eigenaren van de winkels eigenlijk ook niet echt. Er zijn nog wel een heleboel besmettingen. Ja, de besmettingen lopen wel op, maar de ziekenhuisopnames niet. En daar gaat het eigenlijk om. Ik heb wel respect voor de mensen die in het ziekenhuis werken. Maar ik vind wel dat er wat meer losgelaten mag worden. Nee, niet allemaal. Beetje voorzichtig zijn en blijven. En welke moeten blijven volgens u? Nou, mondkapjes en afstand. En niet knuffelen. Ik ben wel 3 keer geprikt. Ik loop nog met mondkapjes. Ik was mijn handen nog. Ik hou 1,5 meter afstand. Dus en dat loslaten, dat vind ik gewoon een beetje griezelig. Dat is ook de reden dat de besmetting zo hoog is geworden. De burgemeesters van 30 gemeentes... Ja. Hebben de regering wel opgeroepen om niet steeds van die ad hoc maatregelen te treffen. Wat vindt u van die oproep? Nou, dat vind ik een hele goede oproep, want ik vind ook dat ze daar een goed beleid op moeten ontwikkelen. En dan hoeft het niet onmiddellijk, maar als het maar wel komt. Moet je horen, op het ogenblik is het zo, als je die theaterdingen bekijkt en je bekijkt de supermarkt, dat daar een verschil in gemaakt wordt, dat vind ik belachelijk. Dat is juist moeilijk te begrijpen voor heel veel Nederlanders. Dat vind ik helemaal niet uit te leggen. Dat moet je ook niet willen uitleggen, want het is dom. Als ze daarmee bedoelen dat alles weer open mag, dan denk ik dat ze dus goede gedachten hebben. Hoe ziet u de toekomst? Nou, de toekomst wordt een rooskleurige toekomst. Kijk om je heen, Almelo is in beweging. Winkels gaan verbouwen, het wordt nieuw, er komen nieuwe zaken bij. We gaan een goede toekomst tegemoet. Ja, dat snap ik heel goed, want het is natuurlijk heel erg inconsistent allemaal. Ja, de IKEA wel open en het theater dicht. Wat is, ja. Wat is wijsheid? Ja, ik heb het wijsheid niet in pacht. Dat is, ik sta ook niet aan het roer. En ik ben ook geen beste stuurvrouw die aan wal staat. Ik zou het echt niet weten. Ik probeer zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. En voor de mensen die voor mij belangrijk zijn. En dan hou ik het maar een beetje vol. Een beetje moeilijk te volgen allemaal. Vind ik vaak wel. Je weet, je moet goed nadenken. Je weet soms niet precies waar je nou moet houden. Wat weer wel en wat weer niet. Ja. Ik denk dat je gewoon moet kijken hoe het gaat als alles wel losgaat. En stel dat er dan te veel ziekenhuisopnames zijn, dan de boel misschien weer dichtgooien. En waar bent u het meest blij om op dit moment? Dat de winkels weer open zijn. Nou ja, dat moeten ze zelf weten. Als er weer een ophef is van heel veel besmettingen, dan dan moeten ze dat zelf maar even oplossen. Ik begrijp die oproep wel, maar kijk, het virus gedraagt zich niet in een lineaire lijn. En daardoor is het ook nodig om maatregelen te nemen naar gelang het virus zich ontwikkelt. En dat leidt
ad hoc, maar ik vind tot nu toe dat het wel goed is uitgelegd. Ik begrijp dat wel. Wat vindt u belangrijker, de economische belangen of de belangen van de volksgezondheid? Volksgezondheid is nummer 1. Het beste is maar rustig blijven. Ik zou zeggen, niet te opstandig worden. Want we hebben het eigenlijk nog wel heel erg goed, als je vergelijkt met de andere mensen. We wonen niet in een tentje en in de modder en in de regen. Eigenlijk hebben we het nog zo goed. Hoe zou u het dan willen? Ik zou zeggen van, hou die anderhalve meter aan. Om de stoel kan iemand zitten. Neem een maximum aantal mensen voor een bepaalde zaal. En dan kun je allerlei dingen gewoon doorgang laten vinden. En als iedereen zich daar dan aan houdt? Ja, waarom niet? Kijk, als je er belang bij hebt, hou je er wel aan, hoor. Heeft u misschien nog een tip of een advies voor mensen die wat minder positief in het leven staan op dit moment? Ja, maar je kunt positiviteit niet aanleren. Dat moet je gewoon in jezelf hebben. En ik denk van mensen die niet zo positief zijn, die moesten maar eens een beetje gaan praten en kijken naar mensen die wel positief zijn. Allemaal in therapie? Ben je gek. Gewoon verstandig praten met elkaar. MUZIEK